Dit wordt het 20e en laatste deel van onze tocht door het boek Zacharia. En dit gaat over hoofdstuk 14. En in dit hoofdstuk beschrijft Zacharia de wederkomst van Jezus, het einde van de verdrukkingperiode. En de periode die dan overgaat in het duizendjarige rijk. En hij beschrijft geeft een aantal specifieke details opnieuw, zou ik bijna zeggen, die duidelijk aangeven dat dit nog niet vervuld is. Want sommigen denken dat al deze profetieën al in het verleden zijn vervuld en dat, dit niks te maken heeft met onze tijd. Maar goed, zoals ik ook in elke omschrijving van elk van deze video's heb aangegeven en ook verschillende keer heb genoemd, je kunt het boek Openbaringen naast het boek Zacharia leggen. En je ziet eigenlijk dat die parallel lopen, omdat dit duidelijk gaat over toekomstige gebeurtenissen. We lezen eerst vers 1 en 2 van hoofdstuk 14. Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen. Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen, zegt de Heer, om tegen Jeruzalem te strijden te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Oké, er staat hier, er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen. In de oorspronkelijke tekst staat, de dag van de Heer komt. En dat is eigenlijk wel een belangrijk detail. We hebben daar natuurlijk een tijdje terug ook over gesproken. De dag van de Heer is in ons dagelijks leven de Sabbat, hè, de zevende dag. Maar het is in de context van de eindtijd is de dag van de Heer die laatste zevende periode van duizend jaar, oftewel het duizendjarige rijk, dat we vinden in hoofdstuk 20 van het boek Openbaring. En daar spreekt Zacharia in dit hoofdstuk ook over, zoals we zo zullen zien. Dus dit is een opmaat naar die zevende dag, naar dat duizendjarige rijk. En de verdrukkingsperiode is bijna over, bijna voorbij. Maar op dit moment is er een grote overmacht van alle natiestaten die te strijden trekken tegen Jeruzalem. En het zal een zeer zware strijd zijn. De helft van de stad gaat in ballingschap. Maar het goede nieuws in al het slechte is dat de stad niet zal worden overgenomen. En als we zo verder lezen, dan zien we hoe dat God zelf ingrijpt. En dat geeft ook aan, en de gebeurtenissen die dan beschreven worden, geeft ook aan dat dit niet reeds vervuld is. Ik zeg dat nog maar eens, om dat echt uit de weg te nemen. We moeten dit zien als toekomstige profetieën. Wat we hier lezen is deel van de zogenaamde oorlog van Armageddon, die we ook in hoofdstuk 19 van het boek Openbaring vinden en de opmaat in hoofdstuk 16. We lezen daarvan ook in Jesaja 24. Dus dat is waar we het hier over hebben. Het is die laatste strijd en het is eigenlijk wel de legers van de wereld en de legers die Satan samen heeft gebracht. De koningen van de wereld en de legers van de wereld samen met noem het maar even, de beesten uit de aarde, allerlei natuurlijke en onnatuurlijke en bovennatuurlijke wezens die samen die macht vormen tegen de Messias als hij verschijnt. En dat is dan ook hoe het verder gaat in vers 3. Daarna zal de Heer uittrekken, de Heer zal uittrekken en de strijd tegen de volken aanbinden, net als weleer. En dan spring ik even naar vers 12 tot 15, want het gaat over hetzelfde.
De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de Heer worden getroffen met een afgrijzelijke plaag. Terwijl ze nog levend rondlopen, zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. De Heer zal op die dag zo'n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken. Ook Juda zal zich mengen in de slag om Jeruzalem. De rijkdommen van de belagers zullen als buit bijeen worden gebracht. Grote hoeveelheden goud, zilver en kostbare gewaden. En alle dieren in het vijandelijke kamp, paarden, muildieren, kamelen en ezels, zullen door dezelfde plaag worden getroffen als de mensen. En dan verder in vers 4. Die dag zal hij zijn voeten op de olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten. En het dal tussen de twee bergketens zullen reiken tot aan Azel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzia regeerde over Juda. Oké. Dus we zien dat op het moment dat alle hoop verloren lijkt tegen deze grote overmacht, grijpt de Heer zelf in. En dat wordt letterlijk en duidelijk en nog eens benadrukt hier in dit schriftgedeelte. En de Heer zelf vecht tegen al die naties. En we zien dat ze worden vernietigd door plagen, doordat ze elkaar bestrijden. En ook door het zwaard dat voortkomt uit Jezus' mond, zoals we in Openbaring 19 vers 21 kunnen lezen. En dan maakt het volgende vers, vers 4, maakt dan duidelijk dat Jezus fysiek naar de aarde terugkeert. Ook daar hebben mensen soms andere ideeën over, maar de Bijbel, de taal van de Bijbel is eigenlijk heel duidelijk. Hè? Er staat dat zijn voeten zullen neerdalen op de olijfberg. Dus dat is fysiek, dat is letterlijk. Dan wordt ook de plaats genoemd, de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. Ook niet misverstaan, het is geen metafoor voor iets anders, dat is wat het is. En dan wordt er zelfs vermeld dat die berg in tweeën splijt. De wederkomst van Jezus zal een zeer spectaculaire gebeurtenis zijn. En terecht. En dan in vers 5 komt er een ander prachtig detail van Jezus' wederkomst, want er staat dat hij komt met al de zijnen. Met al de zijnen. De heiligen zijn samen met hem. In Openbaring 19, vers 14, lezen we daar ook van. En daar wordt het als volgt omschreven. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver wit linnen, volgde hem op witte paarden. Dus hier gaat het over een hemelse legermacht. Dat zijn al de zijnen. Wie zijn dat dan? En dat kunnen we vinden in verschillende versen. In Openbaringen 6, in vers 11. Daar staat, ieder van hen kreeg witte kleren. Dus dat refereert naar diezelfde witte kleren die we net in hoofdstuk 19 hebben gelezen. Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. Hier gaat het over de heiligen, de christenen, die tijdens de verdrukkingperiode worden gedood, omwille van hun geloof. En hier wordt dus gezegd, wacht tot het einde van die periode, zodat jullie aantal compleet is. Dus dat zijn, zij maken deel uit van die legermacht, maar in Openbaring 19 vers 8 lezen we dan ook, zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. De zij waarover hier gesproken wordt is de bruid. Dat zijn de heiligen die aan het begin of voor de verdrukkingperiode zijn opgenomen, de kerk.
Dus we zien dat die heilige, de kerk die opgenomen is, en degene die tijdens de verdrukkingsperiode Jezus aanvaarden en omwille daarvan gedood worden, die samen in wit gekleed vormen die hemelse legermacht die samen met Jezus terugkeert. En dat is iets wat al lang voor die tijd ook was geprofeteerd door de overgrootvader van Noach. En dat was Henoch. En dat kunnen we lezen in de brief van Judas, in vers 14. En daar staat, zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei, ik zie de Heer komen met al zijn heiligen, 10.000-tallen om over alle zijn vonnis uit te spreken, etc. Dus ook hier spreekt hij over de wederkomst van de Heer, zelfs voor de zondvloed, met al zijn heiligen. En dit is het soort wederkomst of komst dat de Joden waar de Joden op hoopten in Jezusdagen en zelfs vandaag de dag nog. Ze hopen dat de Messias komt met een groot leger en voor hun strijd en hun bevrijd. Hun tot de overwinnaars van de aarde maakt. Zij konden niet zien, en we zien jammer genoeg in de meeste gevallen nog steeds niet, dat de Messias eerst moest worden afgewezen. En dat de natie Israël tot inkeer moest worden gebracht. Zoals we gelezen hebben in hoofdstuk 11 en 12. En ook in Jesaja 53, in Hosea 5 en 6, etc. In veel plaatsen is dat terug te vinden in het Oude Testament. Zacharia vervolgt dan in vers 6. En de Heer, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. Op die dag zal er geen licht zijn. De hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in de zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoog verheven plaats behouden. En van de Beeminpoort tot aan de Oude Poort, de Hoekpoort en van de Gananeltoren tot aan de Koninklijke Perskuip zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn. Want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen. We zien dat alle elementen reageren op de komst, op de wederkomst van Jezus. De berg splijt, zoals we al eerder lazen. En we zien dat het dan ook niet warm of niet koud zal zijn, niet donker, niet echt licht. Het is een... alsof de hele natuur reageert in eerbied voor de wederkomst van Jezus. En dan staat ook dat er levend water zal vloeien vanuit Jeruzalem. Het zal niet langer een droge stad zijn. En het is geen gewone rivier die zal ontspringen. Een rivier die misschien normaliter door smeltend sneeuw van een bergtop begint. Maar het is een bron, onuitputtelijke bron die in twee richtingen stroomt. Eén naar de zee die ver af is. In de oorspronkelijke tekst staat het zo. De ene richting naar de zee die ver af is. Nou, van Jeruzalem gezien, er is in het oosten en in het westen is een zee. Degene die het verst weg is, is naar het westen. Dat is de Middellandse Zee. En de ander gaat naar het oosten. En daar is de Dode Zee. En ook daar is iets heel bijzonders aan de hand. In de oorspronkelijke tekst wordt die zee genoemd de voormalige zee. Dat betekent dat op het moment dat deze profetie tot vervulling komt,
de Dode Zee geen zee zal zijn. En dat is een heel specifiek detail opnieuw dat Zacharia geeft. En waar ook een tijdmarkering in zit. Waardoor we ook opnieuw kunnen zien dat dit nog niet vervuld is. En het is eigenlijk pas de laatste enkele tientallen jaren dat de Dode Zee aan het opdrogen is. Dat het waterniveau daalt dramatisch. En ik heb daar enige tijd geleden een aparte video over gemaakt. The Dead Sea is Dying. En ik adviseer om die te bekijken. Het is een korte video met wat beelden ook van de situatie daar. En dan zie je ook hoe opmerkelijk deze profetie is. En zo specifiek. En opnieuw geeft ook aan dat die tijd heel kort voor ons ligt. Dat dit alles vervuld zal worden. Profeet Ezechiël beschrijft ook dat deze waterbron zal ontspringen onder de tempel in Jeruzalem. En dat valt te lezen in Ezechiël hoofdstuk 47. En ik lees dan de eerste twee versen. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Goed, en dat gaat dan door. De tempel die Ezechiël hier beschrijft is de tempel tijdens het duizendjarige rijk. Dat is de context waar het hier over gaat. En we zien dat er fris, schoon, levend water ontspringt. In grote hoeveelheden, een onuitputtelijke bron. En dat is een enorme zegen na de verdrukkingperiode waarin het water bitter was geworden. En zelfs veranderd was, zoals in het boek Openbaring, dat geworden was als het bloed van een dode man. Nou, niet eens het bloed van een levende man, dat zou al erg genoeg zijn, maar het bloed van een dode man. Totaal onbruikbaar. En water is absoluut noodzakelijk voor leven op aarde. Dus dat er hier een nieuwe bron van levend water ontspringt, is een grote zegen. En het doet je natuurlijk denken aan wat Jezus vertelde in Johannes 7. En ik kom daar straks nog even op terug. En waar Jezus spreekt over rivieren van levend water die uit het hart ontspringen van en ieder die gelooft in hem. Dit alles is een voorafschaduwing van de rivier van het leven die in het nieuwe Jeruzalem zal ontstaan. Dat is dus na het duizendjarige rijk. Daarover valt te lezen in Openbaringen 22. In het eerste vers, daar staat: Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. Dus dat is in het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar wijst dit naar en tegelijkertijd wijst het terug naar de tuin van Eden. In Genesis 2 vers 10 valt ook te lezen over deze rivier. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. We zien eigenlijk dat, ik heb dat ook genoemd bij de uitleg van Openbaring 22, dat het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat als het ware een soort remake is van de tuin van Eden, van het paradijs. We zien dezelfde elementen terugkomen. De rivier van het leven, de boom van het leven. Diezelfde dingen komen terug. En het duizendjarige rijk is een opmaat daar naartoe. Het is eigenlijk de rust op aarde. Vandaar ook de dag van de Heer. Dus die grote Sabbat van duizend jaar. Rust op aarde zoals God het eigenlijk bedoeld had in het begin. Voordat zonde in de wereld kwam. Wanneer Jezus terugkeert, worden de elementen van de natuur door elkaar geschud. De geografie verandert, verschijnt een rivier, bergen verdwijnen. Alleen Jeruzalem blijft op een hoogte.
Het zijn enorme kataklysmische veranderingen die plaatsvinden. Maar de laatste woorden van het stuk wat we nu gelezen hebben, Zacharia 14, geven dan aan dat Jeruzalem een veilige plaats is om te wonen. En dat is van waar Jezus zal regeren en waar de heiligen zullen vertoeven. We gaan dan verder in Zacharia 14 in hoofdstuk in vers 16. En daar staat het volgende. De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en het loofhuttefeest te vieren. En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de Heer de volken straft die het loofhuttefeest niet komen vieren. Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het loofhuttefeest. Dus we zien dat gedurende die periode alle volken opnieuw naar Jeruzalem gaan. Maar dit keer niet om oorlog te voeren, maar om de Heer te aanbidden en om het loofhuttefeest te vieren. En het loofhuttefeest is dan meerdere malen wordt specifiek genoemd. En van wat we uit de Bijbel weten is dat het enige van de feesten die nog zal worden gevierd, zal worden gehouden tijdens deze periode. En opnieuw, volgens Ezechiël hoofdstuk 40 tot 47, zal er een nieuwe herbouwde tempel zijn. En ook een herstelde tempeldienst als een herinnering aan het werk van God in het verleden. En je zou kunnen zeggen, dat is de vierde tempel dan, hè. De derde tempel die tijdens de verdrukkingsperiode als zetel voor de antichrist zal dienen. Maar dit wordt een totaal herstelde situatie. Verschillende profeten spreken van deze tijd wanneer de naties, de volken, zullen opgaan naar Jeruzalem om God te aanbidden, om Jezus te aanbidden die van daaruit regeert. En we vinden het onder andere in Jesaja 2, waar gesproken wordt dat de zwaarden in die tijd zullen worden omgesmeed naar ploegijzers en er geen oorlog meer zal zijn, wat we ook hier net in Zacharia hebben gelezen. Ook profeet Micha spreekt daarover in hoofdstuk 4, eigenlijk hetzelfde verhaal. Zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers, speren tot snoeimessen en er zal geen oorlog meer zijn. En hij geeft dan ook... Profeet Micha beschrijft dat elke voor iedereen zal onder zijn wijnstok en vijgenboom zitten. En dat is een uitdrukking die je verschillende keren vindt in het Oude Testament. Maar om onder een vijgenboom en wijnstok te zitten in de koele schaduw, moet die wijnstok of die vijgenboom groot zijn. Die moet volgroeid zijn. En dat betekent dat er een lange tijd van voorspoed is geweest. Het was in Bijbelse tijden gewoonte als een oorlog was dat de vijand bomen in brand stak, zodat overlevenden van de oorlog geen vruchten hadden en het kostte gewoon weer jaren om dat weer terug te krijgen. Dus het is een teken van langdurige voorspoed en vrede. En de Heer woont dan onder de mensen. En dat wonen onder de mensen, dat vertoeven onder de mensen, dat is wat met een vreemd woord misschien, maar wat we tabernakelen noemen. Hè? Dat is het wonen onder de mensen. Dus het wijst naar de tabernakel, naar de sukkah, de tent waarin God woont. In dit geval is dat de tempel, maar we zien dat het feest, het loofhuttefeest, dat verwijst daarnaar. Hè? Loofhut is een sukkah. Loofhuttefeest wordt ook als Sukkot genoemd. Dat is dan ook heel toepasselijk dat dat feest juist wordt gevierd. En dat aanbidden van de Heer is niet verplicht. Het is nooit verplicht. Het is altijd
een vrije keuze. Maar wat nog eens duidelijk onderstreept wordt hier is dat als je dat niet doet, dat je ook geen deel hebt in de zegeningen die God geeft. En de zegening die hier specifiek genoemd wordt is regen, het is weer water. Net als dat levend water dat uit Jeruzalem stroomt. Maar water is natuurlijk in de hele aarde nodig voor leven. En dat komt in de vorm van regen. En God geeft dan ook aan dat als volken niet optrekken om het loofhuttefeest te houden, dan zullen ze die zegen van regen niet ontvangen. En Egypte wordt dan specifiek als voorbeeld genoemd. En het is heel interessant als je dit leest om... En je ziet dat water en regen in verband wordt gebracht met het vieren van het loofhuttefeest, Sukkot. Dat er is een ritueel tijdens het loofhuttefeest. En dat is het uitschenken van water, wat de priester deed op het tempelplein. En wat er overigens sinds enkele jaren weer opnieuw wordt gedaan in Jeruzalem. En dit ritueel van uitgieten van water gebeurt op de laatste dag van het loofhuttefeest, de achtste dag. En in Johannes 7 valt dan ook te lezen dat op die dag, tijdens het loofhuttefeest, die achtste dag, dat Jezus in Jeruzalem was en luid uitschreeuwde, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dus die woorden die sprak hij specifiek op dat tijdstip dat de priester dat water aan het uitgieten was tijdens die achtste dag van het loofhuttefeest. Dus daarmee gaf Jezus aan, ik ben degene die dit feest vervult. En we zien hier in Zacharia 14 dat tijdens het duizendjarige rijk dat inderdaad tot vervulling komt. Prachtig om te zien hoe het allemaal perfect in elkaar past. Dan de laatste twee versen van hoofdstuk 14, vers 20 en 21. Als die tijd aanbreekt, zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan aan de Heer gewijd. De kookpotten in de tempel zullen dienen als offerschalen voor het altaar, en de kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de Heer van de hemelse machten gewijd zijn. Ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Als die tijd aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de Heer van de hemelse machten. Wat we hier zien, is dat alles, zelfs de meest gewone dingen, alles wordt heilig. En de tekst die hier specifiek genoemd wordt, wat gegraveerd staat op de bellen van de paarden, aan de Heer gewijd, dat doet ons herinneren aan... wat we gelezen hebben over de hoge priester in Exodus 28, toen we dat bestudeerd hebben. Exodus 28, vers 36, daar staat, maak een rozet van zuiver goud en graveer daarin als in een zegel de woorden aan de Heer gewijd. Het zijn diezelfde woorden die gegraveerd stonden in de hoofdband, gouden hoofdband van de hoge priester. En ook dat is natuurlijk geen toeval dat we diezelfde tekst zien. We zien nu dat onze eeuwige hoge priester regeert als koning. Dus die hoofdband verwijst natuurlijk naar een kroon. En Openbaringen 19 in vers 12 bij de wederkomst van Jezus staat ook dat hij op zijn hoofd vele kronen draagt. Dus hij komt als koning om te regeren, maar hij is ook onze eeuwige hoge priester. Het verwijst ook naar de grote verzoendag als de hoge priester terugkeert uit het heilige der heiligen. Zoals Jezus terugkeert uit de hemel naar de aarde en dan als koning regeert. Dus dat zien we nu, daar zien we nu verwijzing naar. En we zien dat die tekst dat zelfs gegraveerd in de bellen van de paarden. En de paarden hebben we de vorige keer, dat denk ik, genoemd. Paarden zijn zowel in boek Zacharia als ook in Openbaring een middel van oorlogsvoering. Het zijn wat we tegenwoordig als tanks en panzerwagens en dergelijke hebben. Dat was toen de tijd paarden. Dus daar verwijst een paard naar. Dus die instrumenten van oorlog zijn nu
gewijd aan de Heer. En alles is gewijd aan de Heer. Zelfs de potten en de pannen, alles wat allemaal heel gewoon lijkt, dat is nu heilig. En dit is een opmaat naar het eeuwige nieuwe, de eeuwige nieuwe hemel en nieuwe aarde. En als wij ons inwoners van het Koninkrijk van God achten, dan is dat hoe we nu vandaag de dag zouden moeten leven. Alles gewijd aan de Heer. Alles hoort heilig te zijn. En heilig betekent dat het aan Hem gewijd is, apart gezet, afgezonderd, specifiek voor de Heer. En daarmee, als we zo leven, dan laten we daarmee ook zien dat we uitkijken naar zijn wederkomst. Wat hier beschreven staat in dit hoofdstuk is glorieus en is prachtig. En dat is dan ook hoe het Nieuwe Testament eindigt in Openbaringen 22. Als alles vervuld is en er een glorieuze eeuwige periode aanbreekt. En de geest en de bruid zeggen: kom. Kom, Heer Jezus. Maranatha. Amen.